Nee, ja, ik denk dat we hier gewoon super mooie sport gezien hebben. Tuurlijk kan je het hebben over omstandigheden of over ja, van alles. Alleen ja, ik kijk wel puur naar de schaatsers zelf en ja. Ik vond het gewoon heel gaaf. Ja. En je werd ook gehuldigd. Dit is een bijzondere ambiance. Hier is een ambiance van allerlei wereldkampioenen. Jij bent natuurlijk een tweevoud. Wat vind je van dat hele, ja, ook dat historisch besef wat een beetje is teruggekomen? Ik vind het heel mooi. Ik denk dat de locatie natuurlijk super is. Midden in Amsterdam, het Olympisch Stadion is prachtig, heeft historie. En ik denk om een kampioenschap als het WK Allround hierheen te halen is een super goede zet. En wie weet wel dat dit tot meer van zulke soort mooie toernooien kan leiden. Ja, want jij bent teamgenoot, je bent Nederlander en je bent sportliefhebber, want zo kennen wij jou ook. Wat wint het dan op dat moment? Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat iedereen, ook de Nederlanders, het heel zielig vinden voor Sverre. Daarentegen, Patrick heeft gewoon super goed gereden en ja, je moet gewoon blijven staan. Dus hij is dan gewoon de terechte winnaar. En voor Sven vond ik het, ik vond het pittig om hem zo te zien rondrijden. Mijn laatste vraag is, want je zei je gaat nog één wedstrijd rijden. En dan is het even rust. Maar kampioen word je in de zomer, leerden wij vroeger. Klopt dat? Kun je even voor mensen hier beschrijven hoe jouw periode er dan uitziet? Ja, dat word je zeker in de zomer. Sven zei net over Patrick ook van misschien heb ik hem wel iets te veel geleerd afgelopen zomer. Ik denk zeker dat ook met de komst van de allrounders in ons team, dat wij allemaal, zeker ik ook als middellange afstandsspecialist, flink heb afgezien op de fiets achter die jongens. Wij trainen gewoon super hard en ik heb nu vakantie bijna. En dan neem ik meestal een maandje rust en dan eind april, begin mei, begin ik weer met fietsen, krachttraining, hardlopen, sprongen, alles. En dan twee keer per dag. Dus daar wordt gewoon de basis gelegd en zijn wij, ja, sommige mensen denken dan die trekken in oktober die schaatsen aan en die gaan er weer voor. Maar zo zit het niet.